Hey, nu is het natuurlijk alweer nat. Ik ook. Ja, we hebben de kat eronder. Ja. Dat is toch meer druk dan ik had verwacht, hè? Ja, ik heb hem boven. Heb ik hem, Ja, nou ja, maakt het niet uit. Valt me nog mee. Oh, dit valt mij dan ook wel mee. Ja. Nou, zijn we er. Welkom terug bij Hoeven Bouw Je Huis. We zijn bezig met de badkamer. Er moeten nog een aantal dingen gebeuren. CV-ketel geïnstalleerd worden. De wc. We gaan nog een muurtje bouwen en jij gaat douchen. Ik ga douchen. Dat zie je allemaal in deze aflevering. Is dit zo'n knikkerbaan? Six hours later. Voor één op een trap daar. Ja, mooi, want je moet de kabels erin krijgen. En dan naar voren kunnen we de kabels erdoor doen. En dan die hoek inschuiven. Twee. Oh, tje. Ja. Ja. Waar zijn we dan? Oh ja. Het gaat van heel lekker, dus ja. Kom maar. Hoeveel is die? Maakt het nog heel veel uit? Wil je hem helemaal strak die tegen die balk aan hebben? Of, Ja, een klein beetje. 31. Als je maar genoeg vlees hebt om boven vast te zetten. The next day. Zoals je al zei, Niels komt langs om de cv-ketel voor te bereiden. Mm-hmm. Dus alle leidingen hebben we al naar hem toegelegd. Wil hij over op koper en dan met koper de cv-ketel in. Ja. De cv-ketel stond eerst op zolder. En die hebben we nu verplaatst omdat we toch al bezig waren naar de badkamer. Want dan heb ik op zolder geen last van die cv-ketel. Dan heb ik gewoon één grote ruimte. Ja. En als je daar... Ik wil ook op zolder gaan slapen, dus dan hoor je de cv-ketel ook niet. Mm. En nu heb ik alle... Eigenlijk van de mechanische ventilatie tot het water en het gas. En alles komt samen in de badkamer. Bon appétit. Bon appétit, hè. Het is een moderne tafel. Ik zit er vanzelf zien. Oh, dat ben je klaar. Mooi. It's alive. Dus ik denk dat het echt nog wel even duurt voordat het naar boven gaat, zeg maar. Voordat er überhaupt druk op het systeem komt. Moet er alleen geen lek in de vloerverwarming zitten. Ja, maar dat is het mooie, hè? Dat heb jij al gedaan. Ik niet. Dat is waar. Several bad puns later. Plamuurpraktijk en Bert Visser. Wat vond jij, want we zijn nu zo'n bijna 2 jaar bezig met de hele verbouwing. Mm-hmm. Wat vond jij het leukste onderdeel van het verbouwen? En waar je misschien van tevoren niet had gedacht van, oh, dat had ik nooit geweten dat ik dat leuk vond. Of stopt dat bij de lunches van de snackbar? Nee. Nee, ik lust wel een patatje, maar ik heb voor het eerst een wc... Oh nee, dat is ook weer een spoiler. Nee, mag wel. Ik heb voor het eerst een wc afgehangen. Aan de ondervloer heb ik samen met Samvel heb ik ondervloertjes gelegd. Dat is ook een soort puzzelen is dat. Dat is best wel leuk werk. Ja, die OSB-platen die op de vloer kwamen, die je vast moest schroeven. Ja. Ja, ik bedoel, daar kun je ook niet zo heel veel aan fout doen, hè? Dat scheelt ook. Ja. We gaan even een muurtje bouwen tussen de douche en de wc-kom. Met cellen betonblokken. Ja. Hebben we nog meer tape? Wat wil je hebben? Tape. Wat voor tape? Oh, de tape is op. In de specie. We dachten de vloer is mooi recht. En dan loopt daar een beetje schuin, een beetje bol. Dus we maken even een bedje van cement. En dan kan je hem dan recht inzetten en waterpas zetten. En de rest van de blokken die ze maken gewoon vast aan elkaar met bouwlijm. Dan hebben we gewoon die spuitbus van Soudal. Spreek je nou wel goed uit? Ja, Soudal. Geen Soudal, maar Soudal. Eén zo'n bus moet genoeg zijn volgens mij. Dit is eigenlijk mijn specialiteit, hè? Ja, ik weet ook niet waarom ik dit doe. Zet hem wel op de beugel, daarom. Wat? De waterpas zet je op de beugel.
Ja, ik ben vast mijn workout aan het doen. 17 kilo. Maar ik heb liever die galden hier. We hebben de mannen uit Winterswijk weer uitgenodigd. Om een van de leukste klussen van de hele verbouwen te regelen. Namelijk de twee wc-reservoiren in te installeren. Ja. Ja, dat is ideaal, want hun hadden dat al eerder gedaan. Ik niet. Dus hun wisten precies hoe het werkt. Je moet nu wel even denken, van hier komt muurtje tot 1,50, zei jij toch? Ja. 1,50. Nou, dat is één. Ja, dan moeten we straks gewoon gipslopen, moeten we gewoon... Ja, je moet gewoon straks kijken hoe hoog die komt. Dan kun je kijken of je deze precies gelijk maakt. Of dat je die nog iets ophoogt. Ja, maar ik zit even, als je hier nu een balk op maakt, want hier komt dat muurtje natuurlijk ook. Als je hier een balk op maakt. Ja, maar die balk, ja, 160, die kan niet onder. Ja, maar die komt onder dit niveau, dus hij wordt altijd hoger als deze. Ja. Dus dat maakt niet uit. 105, en de balk krijgt handig in de muur. Echt, de prijsverschillen zijn meer. Oh. Ja, die hebben wij ook. Dat is een van de goedkoopste. Ik ga die vast niet gebruiken. Ik ga niks doen. Wat ik ook wel gemerkt heb bij de hele verbouwen. Als je er zelf helemaal in zit, verwacht je dat iedereen erin zit. Want jij zit in die hele wereld van verbouwen. Ja. Dus je verwacht ook dat iedereen er 24/7 aan denkt. En denkt van, we moeten gaan verbouwen. Maar dat heb ik natuurlijk wel. Maar iemand anders natuurlijk niet, want die zit er niet in. Dus wat handig is, als je dan graag hulp wil of hulp zoekt, is dat je iemand vraagt waarvan je weet van, hey, die kan dit of dit wel. Mm-hmm. Echt specifiek vraagt van, hey, zou jij voor mij deze twee wc-units willen installeren? Ja, en het liefst volgende week zaterdag of die zaterdag daarop. Ja. Precies. Ja, ja. Op die manier weet diegene waar hij aan toe is, in plaats van dat je zegt van, zou je me een keer kunnen helpen? Ja, tuurlijk, kan wel een keer, maar dan komt er niet echt wat van. Nee. En wat moet je dan precies doen? Wat moet je meenemen? Et cetera. En zeker als ze helemaal uit Winterswijk moeten komen, dan moet je het helemaal plannen, zeg maar. Ja, zorgen dat de spullen voor elkaar zijn. Het begint gewoon op een badkamer te lijken. Kijk eens, jongens. Nee, dit is goed. Dit moet er nog af. Oké. Okay. Dan komt hier nog een plaat overheen. Van dat cueboard komt hier overheen. En zit dan flush met deze. Dan kunnen ze hier zo overheen tegelen. Kijk, als ik hier nu lekker zit te schijten. En jij staat te douchen. Oh, lalalala. Kijk dan. Zo. Hij zit uit. En je kunt hem aandoen, hè? Hij staat aangesloten. Mooi man. Mooi muurtje. Komt er weer een glasplaat op. En hiervoor komt nog een glazen schuifdeur. Van boven naar beneden. Dus als je op de wc zit, kan je hem voor de wc doen. Als je gaat douchen, schuif je hem voor de douche. Je hebt al verteld dat je vader heeft zijn eigen huis gebouwd. Ja. Die heeft letterlijk op de brommer alle materialen opgehaald om naar de plek toe te rijden. Hij zet de kozijnen in elkaar op bij zijn huis. In de Huismanstraat. En die zette die op de trappen van de brommer en liep je met brommer en kozijn liep je naar de kastanjelaan, ja. Heb je me wel eens bij geholpen bij het klussen of was dat nooit jouw ding of zo? Nou, ja, volgens mij was of wilde je er gewoon niet bij hebben omdat je het niet kon? Of wat was het? Volgens mij 1971 was dat, of 1972, ik weet niet meer precies. En ik ben van 66, dus was nog een beetje te jong. Oké. Krijgen we nou dan? Hier aanschouwt u de kleinste wc van Kampen. Misschien kan je net van een attractie maken als het kleinste huisje van Kampen. Ja. Mensen gewoon 10 euro intree betalen. Kunnen ze zien hoe het weer op de pot zit. Nou, daar is al 10 euro boven. Mooi man. De tegelaar komt eind deze maand. Is een tegelaar of tegelzetter? Ewout. Ja. Het is Ewout. Square. Tegelwerken. Badkamer, alle folies ervoor, dan die cueboardplaten ervoor. Helemaal dichtmaken en dan kan volgende week de stukken door beginnen. Om daar de plafonden te stukken. Oh ja, en dan moet ik met deze soort van robotarm alle muren gaan schuren en plafonds. Ja, plafonds zijn wel, maar als het niet nodig is, moet je niet doen.
Oh ja, licht opschuren. Dat is nee, helemaal niet. Wij zeggen. Oh, alleen de wanden hoor ik nu. Maar hier en daar zit er wel een hoppeltje in. Dat moet toch misschien wel. Maar... Ik ga het gewoon proberen. Niet te veel, want dan kunnen we opnieuw beginnen. En daar kan Willem er doorheen met de spuit. Ja. En dan eerste week van januari komt de keuken. Ik ben wel klaar. Voelt heel onrealistisch. Wat ga ik met al die tijd doen straks? Die blokken die zetten we aan de zijkant vast met een anker. De jongens slaan we vast met een cellenbeton spijker. En daarna schroeven we hem aan de muur. Dan hebben we die hierheen, daarheen en daarheen. Dat is overkill, maar zit in ieder geval genoeg vast. Daarna hebben we, het is niet alleen de sponsor, maar ook gewoon omdat het werkt. De Soedal montagelijn. Anders heb je zo'n zak blokkenlijn. Maar dit is eigenlijk zo'n hele bus vervangt zo'n hele zak. Je zo'n beetje en dan wacht je even en dan is het, als het opgedroogd is, kan je de volgende steen doen. Later. Daar loopt de regenpijp. Nee, hier zit een regenpijp. Ja, die zit er. Die loopt niet weg. Omdat mijn badkamer volledig op de erfgrenzen staat, kan ik mijn regenpijp niet via buiten laten lopen, want dan loopt het via de buren. Dus hij liep al via binnen en dan loopt hij nu weer. We hebben de regenpijp wel vervangen. Maar dat betekent ook dat er even een koof voor moet, want je hoort wel als er water doorheen stroomt. En dat wil je niet. En buiten is het koud. Koud water gaat er doorheen. Binnen is het warm. Dan krijg je een hoop condens. Aaron heeft een frame gebouwd. Dat framepje gaan we volgooien met steenwol. Folies ervoor. Is hij dicht. Daar zit een sifon. Die moet ik even ingepakt met dat folie. Hadflats. Daar komt straks een kastenwand voor. En we moeten nog gips op het plafond plakken. Schroeven. Oh ja, en ik moet een nieuwe waterpas kopen. Ja. Die van opa is nu echt een beetje overleden. Letterlijk. Kijk je, Sip. Ja, past niet. Ik mag van jou de rode tank niet onderhalen. Ja, de rode tank zit nu mooi vast. Zullen we Niels even bellen of hij heeft de cv-ketel even aan de kant doet? Ja, doe dat maar. Dat lijkt me de beste oplossing. Nou, die wil hem hier doorhalen. Maar ik als zware hondjes kan daar niet tegen. Is het nog een beetje een fatsoenlijk beeld? Hij is helemaal kapot, hè? Ik heb een hoesje besteld. Jij een hoesje? We gaan hier even een doorzaging. Dat heb ik ook in deze plaat gedaan. Dat heb ik doorgezaagd. En dan kunnen we hem zo ertussen schuiven. Whatever you want, your house. Hij is het niet mee eens. Hij is het niet mee eens. We zitten alles tegen. Maar ik heb ook nog lelijk kapot. Hij was een plank voor je hoofd gehad. Vier boven. Ja! Heb je trap nodig, jongen? Ja, hij komt hier op de. De dinges. Op de buis. 2000 years later. Hij heeft het speciaal voor jou gedaan, hè? Nog een extra deling. Ja. Extra deling. Ik weet dat jij dat zo mooi vindt. Zit je allemaal te roepen? Ik weet dat jij dat zo mooi vindt om 26 delingen te hebben. Dus ik denk ook nog, weet je wat ik gewoon lekker om te pesten, draai ik nog even een plankje om. Dat is een andere kleur hout. Ja, dat is de voor- en achterkant. Maar weet je waar ik wel vrolijk van word? Ja. Hij is er weer! Nog zo iemand die vaak langs is geweest om te helpen. Willem, de bouwvakker. Willem, ja zeker. Die is niet te vergeten. Die kun je er ook echt bij hebben. Ik bedoel, als die langskomt, dan gebeurt er ook gelijk wat. En grote stappen worden er dan gezet. Ja, ja, hij is wel echt iemand van geen tijd voor koffie. We gaan nog even, gewoon even door. Ja. En we pakken het even aan. Dus hij was er ook weer bij met de cueboard platen plaatsen in de badkamer. Ja.
Nee, en het voordeel met Willem altijd is, het is fijn om te klussen, maar het is ook altijd donders gezellig. Ja. Ja, daar word je wel vrolijk van Willem. Ja. Oh nee! Kiel! Oh. Wat gebeurde? Ja. Ik heb hem helemaal verpest. Shit, alles om de kid. Ja, echt joh. Drama, echt. Stop maar. Ik begin maar helemaal opnieuw. Breek het huis maar weer af. Ja. Achje. Ah, help me dan. Wacht even. Wat heb je? Ja, hier. Oh, daar. Hé. Hier. Ah, kill. Dan kan we ons tegel zetten. Die kan hier toch geen tegel meer op plakken. Ewoud. Ach, jongen. We zullen het mooi maken, jongen. Komt goed. Hier. Ik heb nog een beetje. Nou, bats hem ervoor. Ja, wacht even. Ah, kut. Gaat lekker, of niet? Ja, de laatste loodjes, hè. Die zijn altijd het zwaarst. Wat is het dan al? Nee, en daar gaat hij. Jongen. Wat is het, jongen? Waarom heb je zo'n rat staan? Andere kant op. Je hebt hem helemaal op 4 staan. Ja, of 5. Ja. Moet hem naar 2 draaien. Naar 2 is 2 hadden we hem staan. Kerel. Hoor je het plaatje vast? Hier. Oh, man. Mooi apparaatje, jongen. Niet op de... Ik denk dat die accu op is. Echt niet. Er zit in ieder geval voor 25 euro aan een bouwlijm kit. Zo. Ja, maar dan gaat die bouwlijm ook niet hoor. Zeg maar, dat wil nog goed doen. Ja, zonder. Ja, dan is al die bouwlijm weg. Vlak op. Vingers. Wacht even. Ja, zo gaat dat op de bouw. Oh, mooi man. Nou, schroefje. Nou, dat kan niet zo. Schroefje, janken. Er moet meer gejankt worden. Het mooiste stukje hebben ze van mij overgelaten vandaag. Deze plaatsen allemaal recht toe, recht aan. Eén gaatje erin voor het... hij ligt aan en uit voor de wc. Hier wat afsnijden, lukt allemaal wel. Alleen hier ook. Hebben de kraan en alles. Alleen heb ik een stuk naar voren moeten zetten. Dus dit ding komt er net iets voor uit. Kijk, deze komt er voor uit. Heb ik uitgesneden. Heb ik met een gatenboor 2 gaten erin gemaakt. Daarna gewoon met een mes eruit gesneden. Hier liep er nog een buisje omhoog die net naar voren loopt. Dus je ziet, ben ik hier even iets verkeerd gegaan. Maar hier wel goed, hier zit hij er ver genoeg achter. Dus die plaat kan zo vast. En dan stond er hier nog een plaat naast. En het maakt niet echt uit dat er wat gaatjes in zitten, want de tegels die erop komen zijn 60 hoog bij 21 breed. Dus daar gaan we vastzitten. Gisteren waren deze jongens op. Die overal in de muur moeten. Hier moet er nog wat meer bij. Er zit ook nog een balk in het midden. Dat zie je hier wel. Er zit nog een balkje in het midden. Er moet ook nog bevestiging op. Een stuk of 15 per plaat. Dat zit zeker genoeg vast. Alleen zo'n doosje met 20 stuks. Is 7 euro. Dus wil je die hele wand met al die dingetjes doen. Loop alleen de papieren. Hij zei denk ik wat dit ook. Dit stampen ze eruit in de fabriek. Wordt goed aan verdiend. Straks komt Willem ook weer terug om alles in de verf te zetten, in de saus. Mm-hmm. Alle ruimtes. Wat vind jij nu de mooiste ruimte geworden? Of wat is het onderdeel van het huis dat je zegt van, nou ja, dat vind ik wel netjes. Nu ben je bent op dit ogenblik bezig met het laatste. Mm-hmm. Ik denk dat dat een echte toevoeging wordt aan de eerste verdieping. Mm. Wat echt een meerwaarde wordt van je huis. De kers op de taart. Ja. Hoeveel zou die New York pizza al ons verdiend hebben? Nou, toch eens met die acties. Beetje peper, Nederlands peper, maar dit is... Ik heb weer gratis pizza, weer alles te zeuren, die kerel. Nee, ik heb zelf gekozen, toch? Beetje smakelijk, hè?
Awards. Ja, ik vind het wel wat hebben. Ja. Hallo. Dat is wel echt zo'n gat. Ik vind het wel vrij hoog zitten. Kunnen we nog wat naar beneden doen? Gewoon het hele ding naar beneden. Ja. Dat is het enige wat die pol op zich best nog wel oké had gedaan. Het mocht niet, maar... Ja. Maar ja, het lijkt nu wel echt alsof het dak knettertje dik is. Ja. Is het ook best wel. Want er zit zon... Dit is je... Waar ja. je buis doorheen lopen. Dan heb je nog zonlaag met beton. Ja. Nog een zo'n laagje peer. En dan een beetje... Een dakraam, dat is zo ook nog weer zo dik. Ja, ah. Ah, wel tof hoor. Nou, de rest nog even met gips bekladden. Dat wordt nog een uitdaging met al die gaatjes. Ik heb wel het gevoel dat die, als je hier staat, dat die een beetje zo loopt. Maar het is expres gedaan. Mijn zaken zegt altijd, dus een collega van mij, moet je een mooi verhaal bij vertellen. Dan moet je gewoon zeggen van, ja, de zon die staat meestal daar. En dan heb je deze hoek hebben we iets schuiner gedaan. Ja. Maar dan, als je dan hier op de pot zit, ja, dan heb je net wat meer zonlicht. Nee, weet je wat ze dan zeggen? Dat is, kan de stucadoor oplossen. En de stucadoor zegt, dat kan de schilder oplossen. En de schilder zegt, niet zo veel. Jammer dan, die zegt, janken, je moet meer gejankt worden. Buisjes er doorheen, hier komt de NV-box. Hier komt de schuifdeur voor de kast, zodat je dit allemaal straks niet meer ziet. Neef gips heeft weer een stukje gegipst. Hoe wil je dit dan? Boor je dat gat later? Nou, dan moet nu wel een gat komen. Denk nou, dit is 12,5. Dan moet ik 9 hebben. Jongen, zonde van het gips. Hey, wat is die neef daar aan het doen dan? Hij heeft een koptelefoon op. Hij heeft wel een mooie kontwit. Nou, andere film neem, zo willen we de volgende plaat pakken. Ik heb nu 300 keer ingezoomd. Nou, fijn voor je. Dan heb ik alsnog geen plaat aan. Heb je wat aan me gehad, al die verbouwen, in die verbouwing? Ja, nee, absoluut. Nee, wat ik zeg, ik vind het ook leuk van dat je erin groeit en dat je telkens denkt van, in het begin ben je echt twee linkerhanden en op een gegeven moment dan lukken bepaalde dingen, weet je wel. En het mooie was, jij stond eigenlijk altijd, als er eens een keer wat moet gebeuren, stond je altijd wel klaar. Mm-hmm. Ook al was het van een paar platen aan de kant zetten, van een deur ophalen, tot aan een kozijn schuren, weet je wel. Het was nooit van, ik heb er geen zin in. Of nee, ik niet. Maar ik kan me wel herinneren dat ik nog wel eens een keer een moment had van... Er waren jij en Aaron, die waren heel druk bezig. En daar heb ik me wat teruggetrokken. Heb ik me wat minder bemoeid ermee. Omdat ik, ik voelde een soort spanning of zo. Van, Dat ik meer in de weg liep dan dat ik hielp, zeg maar. Maar dan kwam er vanzelf weer een moment waarop ik mezelf wel nuttig voelde. Ja. En dan hobbel je zo weer mee, zeg maar. Dan weet je ook weer van, nou, ja. Daar kan ik wel mee helpen. Ja. En dus dat heeft wel, dat kan ik me nog wel herinneren, dat ik dat nog wel een keer gehad heb. Ja. Dat ik 2 of 3 weken niet geweest ben. Hmm. Het is niet vaak geweest. 1 of 2 keer is dat voorgevallen in die 2 jaar dat je aan het verbouwen bent. We gaan nu het belangrijkste onderdeel installeren van het huis. Ik heb dit ding gekregen van Niels. Deze camera. Diculier. Hij moet lager, hè? Lager? Ja, sowieso. Een heel stuk lager. Hoezo? Je wilt dat ding toch niet bij de grond op moeten rapen? Je pot komt zo hoog te hangen, zo. Oh, ja. Maar dan kan dat denk ik niet, toch? Dan zitten we hier achter. Zo! Hier zit een Wat zeg buisje. Je? Wat zeg je? Dus hij moet rechts. Het is ook nieuws in vraag hoe hij hoogheim gedaan heeft. Aaron pakt bepaalde onderdelen op, is mee bezig. En op een gegeven moment lukt dat niet. Of ik doe dan iets waardoor het niet lukt of verkeerd gaat. Ja. Waardoor Aaron gefrustreerd over mij raakt. Ja. Want we zijn al een jaar fulltime bezig en het begint een beetje op te hopen. Ja. En dan wordt Aaron gefrustreerd op mij en dan reageer ik daar weer op. En dan ben jij weer voor mij bezig als het ware, of zijn wij eens mee bezig. En dan lukt mij het niet en dan word ik gefrustreerd weer op jou. En dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde wat Aaron bij mij doet, doe ik dan bij jou, weet je wel? Ja. Een beetje dat wat je zowel in bedrijven ook hebt, dat dan de baas zit te hameren op de manager. En de manager hamert dan weer op de dingen. Niet dat we dan zoiets hadden, maar ik had het gevoel van... En ik,
ik denk dat het komt, voornamelijk omdat er zoveel, op een gegeven moment zoveel stress is. En op een gegeven moment weet je het niet helemaal en je zit er al zo lang in. Ja. Zo heel gezond was dat niet. Ja. En vaak werd dat even uitgesproken en dan was het ook wel weer weg. Ja, ja, want we wisten allemaal van, je moet toch gewoon door. Anders komt het niet af. Maar ik heb nieuw gereedschap. Hier, camera's weer helemaal vies. Kijk, kan je nou om de hoek zagen? Ja, zo goed als nieuw. Nou ja, een latje. Ja. Jij bent goed weer enthousiast. Nou, schroefjes. Schiet op, ik wil naar huis. Bijna in de fik. Nou, dit heeft wel in de fik gestaan. Echt? Ja, 14. 14. Dit is wel. Ik zal even stofzuigen, maar... Goed idee. Nou, er zit nog een... Eerst de bovenkant erin, anders krijg je die niet, hè? Ja, maar er zit onderin ook in, denk ik. Ja, onderin zit ook in. Waarom? Kun je die in de binnenkant niet losdraaien? Nee. Gewoon even met de high-tech op de achterkant. Een paar doeltjes high-tech. En dan drukken we hem erin. Naartoe. Mooie wasbak. Het plafond in de badkamer. Die is eindelijk dicht. Groen. Groen is niet lelijk. Daar komt mijn douchekop. Dat werd perfect. Ik kon in één keer de plaat tegenaan. Zit jij te zeuren? En dit is dus die balk waar de glazen deur aankomt en die is precies op hoogte. Als het goed is, we hebben een halve centimeter marge. Want die deur hier is al op een maat. Als je er tussen komt, moet je natuurlijk precies recht zijn. Want als je hem dan opzij schuift en je hebt hem een centimeter uit het lood, dan zet hij zich vast of gaat hij los. Zo, hey, facts. Facts met Norrie. Maar hey, Norbert. Ik heb geleerd van de beste, hè. Nu is bijna zo goed als alles gestuukt. In de badkamer zit nu ook alles achter het gips en achter de platen. Heb je een beetje vertrouwen in dat alles werkt of dat alles dicht zit? Nou ja, bij het installatiewerk ben ik weinig bij geweest, omdat je dat samen met Niels gedaan hebt. Dus had ik zoiets van, daar ga ik me ook niet mee bemoeien. Maar ik vroeg me wel af van, en de elektriciteit bijvoorbeeld ook. Van, ik zag een hele partij draden, een hele partij buizen en nou ja... Ik ga er maar vanuit dat het allemaal goed is, maar ik kan het niet controleren, zeg maar. Aaron? Ja? Morgen is dit groene plafond wit. Fijn, hoor. Fijn, hè? Ja. We zijn een heel eind met de badkamer. Mm-hmm. Je zei het al een beetje, de wc afhangen moet nog gebeuren. De douche geïnstalleerd en sowieso de hele badkamer getegeld worden. Ja. De cv-ketel installeren. Dus dat gebeurt de volgende keer. En dan kunnen we echt bij de douche. Zeker. Reageer met wc afhangen. wat moet ik zeggen? Met welk woord mogen ze reageren? Oh, met welk woord? Waarop? Reageer met douchen. En als ze nog een vraag hebben, dan mogen ze een reactie achterlaten. Dan gaan we proberen te beantwoorden. Zeker. En als ze het willen, een duimpje achterlaten. Want dat helpt ons weer. Ja. En als je helemaal leuk bezig bent en nog niet geabonneerd bent... Abonneer dan, want dan mis je helemaal niks. Precies. Ik ga me ook maar eens abonneren. Nou, tijd om af te sluiten. Tot kiekers. Ciao. Stupidoor is vanavond even bezig geweest. Ik kon er zelf helaas niet bij zijn. Ik zat lekker uit eten. Maar moet je eens kijken, jongens.